Nou, het is zo, ik ben van oorsprong actrice. Ik heb toneelschool gedaan, heb ik gespeeld een paar jaar bij de Nederlandse Comedie. Dat was een toneelgezelschap in Amsterdam en daar kreeg ik plankenkoorts. Maar dat was een hele verzameling van angsten. Ook dus hyperventilatie, ook het waren een aantal fobieën die ik had. En toen moest ik ophouden met mijn vak, heb ik een heleboel andere dingen gedaan. Ik heb verschillende therapieën gehad, ik heb fysiotherapie gehad, ik heb psychoanalyse gehad. Maar op mijn 60ste had ik nog een rij van fobieën en daar zat ook hyperventilatie in. Dat het niet echt dan een fobie is, maar ik had bijvoorbeeld roltrapfobie of angst om in een vliegtuig te gaan of de deur van de wc dicht te doen. Nou, daar ben ik toen. Ik dacht, nu ga ik naar een cognitief therapeut. Iemand die me opnieuw programmeert en eigenlijk afleert dat ik die angsten niet hoef te hebben. En toen ben ik dus bij een cognitieve therapeut gekomen in Amsterdam. En toen zei die zei, je hebt lekker vier duidelijke dingen. Je hebt roltrap, je hebt toneel, je hebt vliegtuig en je hebt de wc. Nou, die gaan we allemaal per stuk aanpakken. En ik moet zeggen, op toneel durf ik weer. Nou, dit is dan niet het toneel, maar het is wel spelen. Roltrap, nou, als het een hele hoge is, liever niet, maar een redelijke hoge roltrap, daar sta ik op. Vliegtuig ga ik makkelijk in. En wc, niet alle wc doe ik dicht, maar laat ik zeggen 80% wel. En dat was via die cognitieve therapeuten die mij daarin geholpen heeft. Maar dadelijk is degene die dat als vak beoefent, dus die zal u gaan vertellen hoe het, wat de medische kant ervan is. Maar wat ik er zelf al ondervonden heb, is dat ik geleidelijk aan stapje voor stapje al die dingen waar ik bang voor was, heb kunnen afleren en overwinnen. En dat is eigenlijk hoe het werkt, dat zal zij dadelijk vertellen. Maar het heeft mij geholpen. En ik ben er, ik ben vrij en ik durf de meeste dingen waar ik vroeger verschrikkelijke angst voor had, die durf ik nou helemaal te doen. Dus het helpt. En het was ook wat ik zei, mijn wil. Ik dacht op een gegeven moment, ik wil er van afkomen, want ik wil niet met die beperkingen leven. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, op hoe ik het heb gedaan, met behulp van een ander. Maar het heeft me heel veel verder gebracht en het leven aanmerkelijk verruimd en verrijkt. Dat kan niet anders zeggen. En ik bedoel, nu deze speech, dat is een wonderlijk iets dat je in je eentje in staat. Maar ik schrijf nu toneel en dan speel ik weer met mijn vroegere collega's en ik treed weer op. Dus wat vroeger gestagneerd is, ik functioneer weer.